Hoe was het gesprek? Ja, het was ontzettend leuk. Nee, ik ben echt een beetje in de zeven hemel ervan. Ja, maar ja. Is het niet zo'n gesprek dat je binnenkomt, er staat een stoel en een camera, dat je wordt afgewerkt? Een stoel en een camera en je hebt 10 minuten, weet je wel. Ja. Dus je weet ook, ja, je moet niet te veel tijd verliezen. Maar die man was vanaf het eerste moment zo aardig, dus ik schud hem de hand. En ik zeg, bedankt dat u tijd hiervoor vrijmaakt. Geen probleem, ga zitten. Thijs? Ik zeg, yes, I'm sorry, it's a Dutch name. Thijs, oké. Okay. En ik had bedacht, ik doe alsof ik net gebeld ben door een vriend. Ja. En hij zei, ik ben net gebeld door een vriend. Ik zei, ja, sorry, ik moet ophangen, want ik heb een interview met Steven Spielberg. En ik zei, ja, dus die vriend zei tegen mij, goh, je zal wel zenuwachtig zijn. En toen zei ik, ja. En toen dacht ik aan de film, en een zin uit de film, een geweldige zin, would it help? En dat zei ik tegen hem. Toen was het ijs meteen gebroken. Dat werkt hartstikke goed. Die Sovjet-spion die zegt dat een paar keer. Dan zeggen ze tegen hem, die zal wel nerveus zijn. Want hij maakt kans op allerlei verschrikkelijke straffen natuurlijk. En dan zegt hij het heel rustig. Ja, would it help? En dat dacht ik ook vandaag de hele tijd. Ja. Ik kan me wel nerveus gaan zitten maken. Maar het helpt niet. Het helpt niet. Het helpt niet. En ik heb wel één ding geleerd. Trouwens wil ik er even bij zeggen. Voordat we naar fragmenten van het interview gaan kijken. Als je iemand interviewt, moet je niet de hele tijd tussendoor doen. Ja, oh really? Wat een amateur. Schrikkelijk. Ja, het is zelf zegt. Ja, nou ja. Nou, je hoort dus Steven Spielberg en op de achtergrond. En een hummende Thijs Reumer. Stoorzender Thijs. Ja. Dat maakt niet uit. Ja, die hoor ik graag. Het eerste fragment gaat over Tom Hanks. Hè. Waarom? Tom Hanks heeft al 4 keer met elkaar samengewerkt. Het is de 4e film. Saving Private Ryan, Catch Me If You Can. Ook fantastisch. The Terminal. Ja. En nu Bridge of Spies. En ik vroeg hem, wat maakt jullie zo'n gouden duo? Well, we complete each other's sentences like an old married couple, I think. We do. We think so much alike about film and about storytelling. Uh-huh. And when I was making Private Ryan with Tom, you know, we had a lot of dialogue in the opening invasion of Omaha Beach. Uh-huh. And the night before we were to shoot some of those scenes with the soldiers talking to each other, yeah. I cut out 14 lines that I thought were superfluous and went over to Tom, who was in his Captain Miller suit and his helmet. And I said, Tom, I want you to see what I've done. Last night, I opened up my script, and Tom just put his finger up and said, wait. And he pulled his pages out of his knapsack and showed me the same pages. Tom had cut out the same lines, line for line, that I had deleted, Tom had deleted. Wow. And that was our first time working together, mm-hmm. director, actor. And we've pretty much functioned that way on all 4 films. Maar wat zei Spielberg? Ja, maar zie je hoe leuk deze man is? Ja, is dat leuk. Is gewoon... Oh, ik was echt... Weet je, kijk, je hoopt natuurlijk, je gaat naar zo'n man toe. Ja. En je hoopt dat hij precies zo is als hij was. En hij was zo. Open, relaxed. En dat je denkt, ja, maar als je echt een groot iemand bent... dan heb je ook alle bullshit niet nodig. Maar de lakmoesproef is, als je 10 minuten hebt... en je kan het meer maken dan 10, dan weet je echt dat je goed zit. Meer maken dan 10. Dus heb je langer gezeten met hem dan 10 minuten? Ik heb ietsje langer misschien. Maar dat kwam door mijn gehum de hele tijd. Weet je, dat nam heel veel tijd in beslag.